sigaro winyanga abo Suriname obo potengi abo lobby wang mi ebaru nuwa sweet odi na in aneng fumi lobby parte abo tide mi doro bakana in yu oso kamera nanga a vierde aflevering fu yu egi programa One Sting. Lek fa yu sabi abob de wan partei di bigi en wi e opereer in hirsranang. Wi ben abi den district Marowijne, wi ben abi Masra Bay fu Marowijne, wi ben abi sisa di nota Forswijk fu Sipaliwini, wi ben abi Masra Stanley Bettersen fu Wanika en tide wi ap ook tu wan prentje fu apartei. En dat de wan DNA let en a uma disi de ook to a eerste vrouwelijke ondervoorzitter fu apartei. Dus a de wan ergimi fus donti de se a jaja uma disi. Wi sa aksi a uma disi fu ensre verteri sumana en. Lobi misi, welkom. Metaki tangi sisa Miguela, mina Diana Poki. Sang district Brokopondo poti in a bigi oso fkondre dat na a nationale assemblée. Wel isabi u abi 520 anga mwang assemblée leader di de kisa in de 10 districti district of Suriname. En so let fa usabi mina fu district Brokopondo en mi es don in Asturu fu district Brokopondo. Oké, okay, jullie waren echte jaja uma in die apartheid abob, if mi mushiere zo. Wel, isabi mi leri tak imus libyu srefi mek gado heyu. En tewe luku fa a achterban fu abob en temetak achterban fu abob. Da mine bedoel Brokopondo umwang, da me bedoel ala de 10 distrikti fu Suriname. Dat me kies a lobby na fospresi, nanga a warmte, dus mika kar misrefi met alle trots, jaja uma fu Suriname. Ja. Oké, okay, jaja uma fu Suriname, ja. Jaja uma fu Brokopondo. Fu Brokopondo fu nanku. Ja. Missi Diana, fosu gi DNA tori, ja. Mi wan aksi you, fa ai go na in a district Brokopondo? Mika tegi taki isabi in a libi teye uroko a uroko sawe duja, ino mag las bribi nooit. Dus mika tegi tak ay go boom, ma akan go moro boom. Tewi luku a algemene politieke situasi in Brokopondo, da mika tegi tak Brokopondo na wang go to district. En te utak go to district, dan lek fa usabi, dan bena ala de gudu sang Suriname e steun net tapu ek moto fu binnenland en met name Brokopondo. Ma te uluku te ukar Brokopondo wa go to district da unesheng ina ala de libi fu Brokopondo. Mi kategi taki a vorige regering be konang awang beleid taki de be wan srekasani ina hout sector. Ma te uluku fasang go ina praktek da ushi taki alibi go moro takru di abob no deini a regering. Wan dobe deina regering 2010 gomi 2015, dau besita ki te jugu isap ina hergrond tapu, isap te wetak abra money go to sector da soms DDFA don. Dus altijd a regering sa os don, mus mek wa sodanig beleid tak rust de in a hout sector. Ma ushita ki termijn, a periode 2015-2020, dat echt voeren jugu de in a sector. Lek fau sabi, dat de besoet wan young boy fu kiri in a sector. Dat is so bon, de be uroko de go suk libi in a petit fu rosa belt. En lek fau sabi, a dorpu di de kar New Coffee Camp, dape granlanti gi, multinational le concessie. Dus dan isabi ukumba te beri in a binnenland. Dus wie e shita ki e fwa boom, e fwa froktu def piki, dan de smafu Brokopondo of a binnenland a voorkeur, ma uko shita ki in a praktijk ano de so. Da sa e char a probleem tak granlanti e gi opdracht tak skout of kondere mus 3
met harde hand op. We zien dat de boyfus zijn gezoek van pis brede in een goudbusje. We zien dat de soedeman trouwen like met die en een pistori dat nobun kwet kwet in een binnenland. We zien dat omensma be investeer in een houtsector omdat tra alternatief of althans asansa you leri. Nadat je sap moro bundes ugwent, uroko go to in district broko pondo, watu sma euroka grong, ma isap tak afset no deso furu, dus a go to uroko, dat be de a echte business for district broko pondo. Dus waardoor de man investeer de buy equipment machine, weet je, tak de kadu a go to uroko, ma nanga a koms fu hout ordening commissie, da uko shitaki. A regering zet de egisma. We zien dat topper partijleden voor NDP, voor a regering, de, dus als het ware a regering e accommoder de egiman, waardoor omensma last den jari, omdat de investeer, de techmachine, de pot de jari tap onderpand, zo boem dus dat de kon last de machine, dus waardoor opzien de in a binnenland. Dus dat nou a pistori sang e hoor mi, Missy Diana poki bezig taki if u ka kis en mi aba bribi tak wo kisa power, wo kisa steun van volku, if is she 30 november u hoor wan activiteit en me bribi tak adoro in de sma ati tak de kisa fu abo, dus dat te u doro na machti, de pistori sa wo wroko fe na tak werkgelegenheid, je suku wroko gi de sma want u shi taki, u no mag, Leer de smataki, want uno sap ome ofuru go to de ondro adoti ete. Dus dat tra opsimus kon. En mi saptaki lek an fesman, lek topper fu abob. Mo sorgu taki u konanga tra alternatieve gide sma. U sorgu taki mainbow score kon in a binnenland taki. De multinational accommoder osso sma osso ting. Tak de café nuroko. Je begrijpt dus de soort tori dat hij zorgt dat onderwijs dit appel, dat niveau, like alle de tradistricten van Suriname, dat de smaak die stuka, die score, die kiesi diploma, garantie dit dat je kiesroko. Dus de zijn dat na de pis bottlenecks of probleem in een district, we zien dat we hebben een big probleem met mij, want ik maak mezelf sterk. Maar ik doe een piece ook bij mijn tak naar de jongeren. Me ondersteunen of de tak optie nog heeft gascoren. Me geef financiële ondersteuning. Luku, tegen gascoren in af op Nike of merk Crossy voor zich gascoren. Maar je moet op Nyang, voor Nyang, je moet op money, voor Pijbus gascoren. Je moet maar Pij aan opleiding zijn. Dat de trassani. Je teken tapwang lagi niveau, je teken lek vijfening, voor te je knap stabiel. Dus waardoor ondersteuning naar de jongeren toe, dat de kan vinden diploma, want zonder een diploma, nergens in het grond tapu, je kan kon terecht. En dat pistori voor drop-outs, drop-outs want taki, de hang jongeren, de boysang. En ook de schrift van je, maar opzien de vanuit een gezin, waardoor de raken gedemotiveerd. Dat want dat de last bribi. Dus de jongeren zijn last bribi. Dus je ziet dat het drop-out cijfer is groot. En dat nou een kwalijke zaak is er aan. Dus we moeten roken naar de historie dat ondersteun de jongeren voor de kmoto, tap de uku, voor de gaskoro. Kies een tweede kans, een derde kans voor de kan troon een jaja uma of een jaja man voor kan jeep roken naar een duurzame ontwikkeling voor Suriname. Dat na zo in grote lijnen denk problemen in district Brokopone en ik denk dat if we denk morofara dan nou een landelijk probleem dat we op te kampen dan heel veel hangjongeren en we moeten wrokkelijk abop naar pistori dat je want if you know doe aan gezinsversterking langer we aan uw gezinnen dat dat er dan een probleem want de jongeren die is de jongen na de moestek abra Missy Diana Poki Miloba Fasi Fayu Prit A district Brokopondo giwi opo, yu tegwi precies sana den problem na nga sa a districts don. En yu tegwi ook to sa abab o do na in a district Brokopondo bakawi overwinning na in 2020.
jutak abra jeugdbeleid, miere jutak over sociale voorzieningen, missie Diana poki mi lop afasi, fa jutak abra, a district for you, Brokopondo. Mada no mi wangip chindeya na tori na ngayu. Fa aigo na nga de ontwikkeling in DNA? Wel, a ervaring sa mi abitanga no, dan mi kategi taki a amra basi fu DNA, na wang tranga wroko uma, lek fa weshi a drive sabe abi in mi eerste termijn, weshi taki de politieke vraagstukken e dangra afro zodanig taki auroko ne golek fa ube saba vrouw. Maar mijn ervaring na vrouw na taki, a misi dat euroko tranga en te uluku, a fasfa pe apur a DNA, pe a open ka tapu, dan mi ap lespeki na nga bewonderingi a vrouw. Maar sa e dangra mi nou in a huidig parlement ja, kotak a termijn 2015-2020 ja, nataki ushitaki same axis rana people nataki nooit moro de musgi one enkri partei ala machti want we shi ina parlement taki ala opposisi partei e abi den fisi den fasifa de shitak sankan go moro bun want e tak abra opposisi da opposisi ano feyanti fu koalisi ma koalisi e erfar opposisi lek feyanti. Maar eigenlijk lek fa be fiti da coalisi be bus de unu dankbaar want opposisi e ap extra bril. Opposisi e luksan fin fini omdat atak lek fa ushi na praktijk san coalisi abi na fu verdedig a beleid fu a regering en ushi taki a boom of a no boom coalisi leider e knap baka a regering. En met tak ook toen nga mi srefi tak 2020 u sap tak wo tek abra en wo met deel fo a regering. Da anomus de so taki ef wasan no go bun tak de minister fo mek wa foto da omdat yu na koalitsi en a folku kan luku mi bun mi dia na poki e tak ja tak u de rechtstreeks gekose door a folku. A folku ne stempot wa minister. Dus wie dape fu sektori gi a gemeenschap. En ten was ma ego na na a stembus. Da asma ego stem tak awan abeng moro betre. Da ino kan go stem tak you taken you dood vonnis. Maar ik fawe shi ja a fasfa coalisi e verdedig a slecht beleid fu a regering. Da a geestelik a folku fu srana. Teken de doodvonnis na 26 zetel sa de GNDP. En me was sko a volku tak nooit moro amus comfort in a geschiedenis. Want wille oppositie, na omdat u de in minderheid, da wina a extra ai fu a volku, a kritische ai fu a volku, ma coalitie aba houding taki a kondre dis na den abeng. En je jere te san e bar baka a microfoon taki a kondre dis na wi abeng, na NDP aba kondre. Terwijl ano true, NDP kis a machti fu a volk, fu de ka sektori gisrana, fu a kondre a ekonomia kadrai boom. Maar we shi taki a beperking in a parlement en a ervaring sami abi a leiding fu a parlement konanga zogenaamde openbare commissievergadering. Da we shitaki a openbare commissievergadering no deso populair in a volk, dus waardoor a volk ne volg openbare commissie. Da a voorzitter taki we kies een aantal juru dape fu taki na a openbare commissie. Da te doro na openbare plenair, da a geestelijk wap ching an op ching beperking, echte beperking e detak you no ma uit you srefi omdat NDP aba meerderheid, dus dan de ab so furu ten voor de kafur a word dat de beperk a oppositie tak a idee sa u abi tak as a gob moro bunanga a volk junekis a ruimte fika du you tori in a parlement. Dus dat na mi ka shelek dieptepunt wan mi be ervaar mi eerste sittingstermijn als heel leerrijk en a amra basi be doa uroko farlek boom. Maar nu, met zo'n politiek issue,
e de uma está em do ver gui a frota lek fabe praxeri a no ca setatori moi lek fabe praxeri en a fala kan kan bepaal if mi aben if mi aben boom of need want luku o men temp sa baka di a fonos kon uno verhader dat want taki de binnen NDP politiek dangra de zodanig tak uno ka do auroko fo parlement dat u ap om in ontwerp wetten sang de farlik belangrijk gi a gemeenschap want isabi we make wetten fo kan sectori fo a kondre no kan draai chaotisch je begrijpt dus maar no u abi wetlik a huurwet fo kan bescherm a volku nanga ding isab we li basrana we verdien SRD maar des ma moes pay in euro de jour oso dem pay in dollar dus u an bescherm a volku taki ano takte u teka wet aan da ano man vooruit dus de meeste wette sang en afrodis a skrif geschiedenis a broko record nanga aantal wette sa u tek aan vanaf 2010 tanga no maar sa we shi in a praktijk taki a uitvoering voor de wetten en laat te wensen over omdat a regering a beleid voor a regering no de gericht na tak a volku mus aben boom maar a de gericht tak sec 2020 NDP mus don ete dus als het ware de focus na a verkiezing morolek a libi a boon libi sa a volku mus abi en dat nou a zeer kwalijke zaak. Grand tangi fu a uiteenzetting fu de ontwikkeling fu apartheid sa yu giwi tide nanga sa apartheid o du bakawi overwinning na in 2020. Grand tangi. So, lobby wan, u konaka ba fu a vierde aflevering fu yu egi programma One Sting pe wibe ap wan taki nanga a jaja uma fu broko pondo Missy Diana Koki. Mi wan taki grand tangi fu di yu be wan arki en sabi de ontwikkeling voor apartheid abab te want tra lees baka moro dete stay tuned.